beste kijkers. Ik ben Lucas van Door. Je bent weer beland in een van mijn video's. Aan de start van aflevering 64 Super Mario Odyssey op Lucas van Door staan we naast de winkel eigenlijk. En we zien hier dit bloemenperkje. En deze, wat heeft deze te vertellen? Amiibo. Oké, dat wisten we al. Dan is dit een hartje en we kijken nu recht op een maan af. Zit hij in de boom ergens? In de stam zie ik in ieder geval niks. Dan ga ik maar even kijken of ik het van bovenaf nog beter kan zien. Even kijken. Ik moet even met zo'n cap bounce. Dive gebeuren. Misschien moeten we de... Nee, want het was nog niet de exacte locatie. Ik dacht, misschien moeten we gewoon zo'n amiibo erop zetten en dan... Ja, het is echt een boom. Maar wat is er nou aan die boom? Misschien moet ik gewoon heel ergens anders heen om dan te bekijken wat het nou precies is. Misschien moeten we even naar het uitkijkpunt en dat we dan met glijden iets doen. Even kijken of we hier trouwens iets kunnen met glijden. Ik zie daar iets. En misschien is het die boom waar ik het over had. Heel dicht begroeid daar. Maar het lijkt wel op dat dit een maan gaat zijn. Alleen als ik glijden even uit de weg wil gaan. Dan gaan we zo weer zweven. Dus glijden ook weer blij. Kan niet zweven. Oh, die spant helemaal daar. Oké, maar dat is wel de maan die we zochten. Fijn dat ik even de ingeving had dat het misschien handig was om naar een hoger punt van het rijk te gaan. Oké, maan nummer 2 van de aflevering. Toch? Nee, 1 van de aflevering. 2 van deze sessie in het bosrijk. Want de vorige aflevering hadden we al een maan gehaald weer hier. Alleen die pakte iets heftiger uit dan ik had verwacht. In dit gebied met de tanks is niets meer. Niets meer van belang om. Te halen voor het 100% der Super Mario Odyssey. En hier is Luigi met zijn ballonnenwereld. Ik zie iets glinsteren aan de rechterkant van het scherm. Dat is die maan dus. Oh, ik had niet verwacht dat ik die zou pakken met een duik. Maar blijkbaar is dat een geldige manier om je hitbox te vergroten aan de bovenkant. Dat is interessant. Ik zie daarboven iets met een noot of zo. Dus misschien moeten we daar weer heen met gliden. Ik ga even hier vanaf. En dan warpen we even naar het uitkijkpunt. Waar overigens wel een maan dichtbij is. Maar dat is daar beneden, denk ik. Dus daar wachten we nog maar even mee. Mm.
Dan kunnen we het ook bereiken vanaf de bovenkant van dat gebeuren daar. Nou. Ik ben echt onhandig vandaag. Laten we dit nou gewoon even niet doen. Ik denk dat het beter is om te springen. Zeg maar gewoon vanaf. Ja, het is echt beter om te springen, jongens. Eén troost. Er is een muziekmaan hier. Ik weet niet of de bedoeling was om hem zo te krijgen. Ik denk dat we daar zo'n... of een firebrother. Misschien heeft firebrother wel de sprongkracht om dat in één keer te halen. We gaan het gewoon even bekijken. Nee, heeft hij niet. We moeten zo'n gepot figuur hebben. Maar dat hebben we nu even niet, dus we gaan terugvallen op de enige succesvolle manier die ik tot nu toe bewezen heb. En dat is glijden, ja. En dan pakken we hem gewoon omdat we weten... ja, je moet niet nonchalant zijn. Dat is gewoon geen goed idee. Dan komen we hier uit bij een... wow. Een schapenherdersparcours. Say what? Oké, ik zie hier een buis. En waar leidt die buis heen? Aha. Ik wil eerst even weten wat hij zegt. Zou u zo vriendelijk willen zijn om mijn schaap naar haar onderkomen te willen brengen? Ik heb geprobeerd om haar de reden ervan in te laten zien. Maar helaas ontving ik slechts een schaapachtige blik. Nou, dat is nogal logisch. Kan dat schaap hierop? Ik was echt aan het e-mashen. Herder in tijdnood. Oké, nu deze. Zelfde opdracht waarschijnlijk. Een formidabele plek voor dit schaap. Maar hoe kan ik bewerkstelligen dat zij er daadwerkelijk naartoe gaat? Bzzzt. Haar even naar een andere plek gidsen is geheel en al buiten mijn kunnen. Ik geloof dat mijn talenten elders liggen. Ja, jij zal het best het weten, vriend, van jezelf, denk ik. Oké. Moeten we natuurlijk uitkijken dat we niet dat schaap het ravijn in laten pleuren. Met deze nogal, ja... Het is niet echt dun, maar niet breed genoeg voor comfort, zeg maar. Welp, that's fun. Oh.
I tried. I tried my hardest. Bruh. Dit is gewoon pure bruh. Ook al is het een oude meme. Ik vind deze moeilijker dan die ene die ik net deed. Dit gaat echt nergens over. Je moet ook goed erachter blijven lopen ofzo. Want anders dan wordt ze de verkeerde kant op gedreven. Yes! Hehe. Oké, gelukkig zijn daar relingen. Oké, kan ik erin duiken? Yes! Nou ja, niet duiken, maar het was zonder de grond verder te raken. Dat vond ik wel fancy. Volgende maanden gaan zij. Ja, ik denk dat we die Koopa race even bewaren voor een andere keer. Want ik denk dat ik nu eigenlijk een beetje genoeg gehad heb met zeg maar alle maanden waarvoor je diep moet gaan. Oh, ijzeren kooi. Dus de geheime uitgang. Of geheime, de sluiproute. Dus, nou ja, de maan. Die pakken we even. Komen we hieruit. En, oh, dan is het natuurlijk weer. Ja, ik denk dat die maan van de. Van de muzieknoten die we net al hebben geprobeerd, maar dan zonder gepotbeest. Dat die eigenlijk gewoon prima te doen moet zijn als je even de moeite neemt om hem erheen te krijgen. En dat doen we dan even, want die moeite ben ik nog wel bereid te leveren. Oh, ah. Oké, we komen wel goed uit, gelukkig. Kijk jongens, dit is gewoon helemaal ideaal. Ideale lengte, niks aan de hand. Kan je gewoon rustig naar die maan toe, zo. Hatsa, muzikaal de benen strekken. Maar je kunt ook nog gewoon zo lopen. Ik gebruik dat eigenlijk bijna nooit, want ja, je hebt meestal gewoon dit nodig. Tenminste, misschien niet nodig, maar je doet het gewoon omdat je de marge wil hebben. Van de maximale marge. Dus gewoon luxueuze marge eigenlijk. Oké, dit is een uitstekende maan, denk ik, om nog eventjes te doen. En zij heeft opvallend genoeg niet een vriend bij zich die we moeten vinden. Misschien is het een andere. Even hierheen worpen. Want als ik zie dat daarna daarbij ook nog een maan is. Dus dat is waarschijnlijk deze. De geheime bloemenhof is rechtdoor gereden deze plek geheim te houden. Nee, dat is hem niet. Dat is
Oh, deze race tegen de tijd. Even kijken of ik daar nog toe in staat ben. Vast wel. Kijk, dat doen we gewoon. Race tegen de klok 3. En dan staan we hier en dan komen we op het eiland van de verborgen doorgang. Is dit nou nog een maanlocatie of niet? Of zit het er hierin? Dat kan ook. In ieder geval, ik ga richting de Firebro springen. Want die Firebro, die kan het vuur aansteken wat die Vulkaniër tenminste een beetje ja, voorbereid had, nog niet gemaakt. Blijkbaar weet hij niet hoe de mensen, tenminste ja mensen, hoe de bewoners van aarde vroeger vuur maakten. Want dat zou met hout kunnen. Nou ja, die Firebro, dat is gewoon veel makkelijker eigenlijk. Dus ja. Kampvuurkoning. En dat is dan maan nummer 8 van de aflevering. En dat lijkt me een mooi aantal om deze aflevering te gaan afsluiten. Oh nee, ik ben mijn ingrediënten vergeten. Zullen we dan ook nog een maan krijgen als we de ingrediënten hierheen halen? Ik weet niet. Het staat er niet bij. Maar ja, er zijn ook manen die, ja, waarvan je nog niet hebt gezien dat ze er zijn ergens. Er zijn nog 4 manen namelijk die, waarvan nog de locatie, nog de naam bekend is. Dus ja, je weet het nooit. Voor nu krijgt het vraagstuk over deze Vulkaniër een open einde. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen. Je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij. Waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!